Na 6 minuten op voorsprong, debutant en groot talent Dennis Praat zet voor, Kanu kopt binnen. Praat en Kanu zijn 2 van 7 niet-basisspelers die in de beker een kans krijgen bij Anderlecht. Nog voor het eerste half uur verstreken is, stelt Anderlecht Lommel helemaal uit. Alweer na een hoekschop. Juas is dit keer de man die raak kopt. Het is 0-2. Bij het begin van de tweede helft krijgt de thuisploeg een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer, maar Serigioni plaatst de bal net naast. Anderlecht is dodelijk efficiënt. Een prachtige doorsteekbal van de 17-jarige jonge Dennis Praat naar Tom de Sutter. En die mist niet. 0-3. In de slotfase wordt de ingevallen Vargas gehaakt in het strafschopgebied. De Venezolaan bekroont zijn eerste speelminuten bij Anderlecht met een doelpunt. 0-4 is de eindstand. Maar wat we vooral onthouden is het sterke debuut van die jongen van 17 met 2 assists. Ja, in het begin was ik natuurlijk onder de indruk toen ik hoorde dat ik mocht starten. Wanneer was dat? Op het hotel. Want ze geeft de opstelling en ik stond in de basis. En voor de match heb ik dan natuurlijk wel een beetje zenuwen, maar direct als ik op het veld sta, dan zijn die zenuwen weg. Als je ziet dat jonge meisjes zoals Dennis Praat, wat hij allemaal uit zijn sloffen schudt, dan heb je veel lopen en dan is misschien wel iets zwak. Alhoewel ik zo mijn momenten wel goed voetballend vond. Welke assist was de mooiste? Ik denk toch wel de tweede. Ik zag Tom diep vertrekken en ik speel hem goed achter de verdediger en dat werkt mooi.